Ik ben Lente en ik zit in 6GA en ik heb Grieks. Hoi, ik ben Willemijn en ik zit in 1GA. Ik ben Pim en ik zit ook in 1GA. Ik ben Sylvain, ik zit nu in 5G en ik volg al 5 jaar lang het vak Latijn met veel plezier. Nou, ik ga verschillende vragen stellen en die gaan mijn kandidaten beantwoorden om te laten zien hoe leuk het gymnasium wel niet is. Wel is. Vraag 1. Het leren van een klassieke taal is vooral... uitdagend, omdat het echt extreem lastig is. Dat betekent niet dat het niet te doen is, maar het is wel echt een zekere uitdaging. Ik vind het ook heel leuk omdat het uitdagend is. Interessant, want je leert veel nieuws. De volgende vraag. Wat maakt dat je voor het gymnasium hebt gekozen? Ik dacht, als ik zoveel mogelijk talen leer, dan kan ik het maximum uit mijn schooltijd halen. Ja, ik vind gewoon hoe zij leefden interessant en hoe het vroeger was. Ik vind geschiedenis ook wel heel leuk. Ik heb voor Grieks en Latijn gekozen omdat dit dé talen zijn waarin grote schrijvers allerlei boeken hebben geschreven en geschriften over wijsheden. En mij leek het interessant om deze in de originele, oorspronkelijke taal te lezen. Ik heb voor het gymnasium gekozen omdat ik eigenlijk het hoogste niveau wilde doen wat er was. En natuurlijk ook omdat Grieks en Latijn super leuk zijn en ik heel veel nieuwe dingen kon leren daarvan. Dan gaan we weer naar de volgende vraag. Kan je nog genoeg extra activiteiten buiten school doen als je het gymnasium doet? Ja, ik leer wel veel voor toetsen, maar ik zit niet elke dag alleen maar in mijn boeken. Sommigen die leren dan voor een toetsen 10 minuutjes, anderen doen er dan 2 uur over, dus het verschilt heel erg per persoon. Het is gewoon onzin dat op gymnasium precies over studiebollen zitten, want dat is eigenlijk overal wel zo. Ik zit op school in het debatteam. En buitenschool doe ik hockey, paardrijden en dwarsfluiten. Dus meer dan genoeg tijd voor leuke dingen die je zelf leuk vindt. Dan gaan we weer naar de volgende vraag. Padoem, padoem. Welke excursies doe je op het gymnasium? Oh, ik ben zelf met het gymnasium ben ik in de abdij geweest met allerlei nonnen. Voor een paar dagen. Dat was een ultieme ervaring. En niet verkeerd, wel gewoon, het was wel echt leerzaam. In de tweede zijn wij ook nog met de gymnasiumafdeling naar het Archeon geweest. En dat is natuurlijk super leuk, want daar kan je echt zien hoe het vroeger in de oudheid was. En daar hebben we ook heel veel geleerd over hoe ze toen vroeger leefden. Kunnen jullie iets in het Grieks of Latijn zeggen? Dan moet ik wel graven in mijn geheugen. Hic sua divit sed non frustra. Hier is gezweet, maar niet te vergeefs. Deus is God. Ibi en ubi, waar en daar. Het woord heet Tyros, dat zegt Odysseus altijd. En daarmee bedoelt hij zijn makkers. Wat heb je nou eigenlijk aan het gymnasium? Ik denk dat een gymnasiumklas voor mij een voordeel heeft, omdat ik later geneeskunde wil gaan studeren. Ik wil later graag een opleiding rechten doen. En daarbij is het ook van belang dat je het een en ander qua Latijn wel kent als basis ook. Als je kijkt naar rechten in zijn algemeen, komt het Latijn vrij vaak voor. Ik wil misschien dierenarts worden en dat is wel handig als je al wat Latijnse of Griekse woordjes kent die je terugkomen. 12 uur nog om voor het gymnasium te kiezen. Ik raad het je van harte aan, omdat het super leerzaam is. En uitdagend. En een verrijking van jezelf. En natuurlijk super bonus!